Ja, het is heel kleurrijk hier nu aan tafel, want ik heb René Noordenveen als gast. Welkom. Dankjewel. Maar ook Sam de Brandweerman. Nou, dat ziet er hartstikke goed uit. En dan moet ik ook maar gelijk zeggen dat Suna een skin actor is. Ja, klopt. Die zit in Sam. Ja. En, maar daar kunnen we natuurlijk niet te veel mee praten, nee. Want Suna zit hier vooral als Sam. Ja. En dat ziet er ook goed uit, dus laten we dat vooral zo houden. Zeker. René, je bent acteur, ja. Maar jij doet nog veel meer. Ja, klopt. Ik werk in vaste dienst van Van Horn Entertainment. Dat is dus het bedrijf wat brandweerman Sam naar de theaters brengt in Nederland. Ja. Maar ik werk daar vast. Dus dat betekent in het weekend spelen of de woensdagen en de vakanties. En op de doordeweekse dagen op kantoor. Zo, je hebt ook nog vrij ergens of wat niet? Ja, een beetje tussendoor. Af en toe proberen we dat. Maar ja. Ik denk altijd in dit vak werken heel veel idioten die het heel leuk vinden om dit te doen. En dat maakt het misschien wel des te schrijnender dat dat nu allemaal niet meer zo makkelijk kan. Ja, want wat heeft jou altijd zo enorm aangetrokken in dit vak? Enorm met mensen bezig zijn. Toch ook wel het op toneel staan. Dat ja. doe je niet zomaar, denk ik altijd. Daar zit altijd wel iets in je dat je wil laten zien of gezien wil worden, denk ik. En de enorme diversiteit. Er is, zeker omdat er een combinatie is met kantoor, is er geen dag hetzelfde. En dat vind ik heerlijk. Ja, nu is Suna een skin actor. Ik wist niet dat het bestond. Ik zag het staan. Ik dacht dat het typfout was. Nee. Wat is een skin actor? Nou, een skin actor is eigenlijk dus dat je in de huid kruipt van. En nou, in dit geval Sam. Maar dat doen wij ook bijvoorbeeld met Sesamstraat. Dat hebben we afgelopen seizoen ook gedaan. Maar als bedrijf hebben wij ook verschillende licenties van andere karakters. Zoals Paw Patrol of Top Wings. Of allemaal van dat soort grote namen. Want Sam, jij zit nu ook gewoon thuis, toch? Ja. Ja, precies. Gewoon noodgedwongen thuis. De voorstellingen zijn allemaal afgelast. Ja. Jullie maken veel voor kinderen. Ja, eigenlijk alleen maar. Wat vind jij zo mooi aan hoe kinderen theater beleven? Echt puur. Het is de meest eerlijke en pure reactie krijg je van kinderen. Die zijn zo oprecht en die kun je zo nog meenemen. En het allerbelangrijkste is, de verbeelding van die kinderen is heel makkelijk te prikkelen. En het is heel noodzakelijk dat die geprikkeld wordt in hun opvoeding. Ja. En dat is heel mooi om te doen. En zij geloven, kijk, wij zien hier natuurlijk iets in of we zien er iets doorheen. Ja. Maar zodra dit op toneel staat, maakt het voor kinderen niet meer uit. Zij geloven volledig dat dit hun held is. En Dat is heel mooi. Echt ja, heel mooi. Want ik ben opgeleid als dramadocent. Hè? En ik gaf ook les aan kinderen op lagere school. En een leraar vertelde mij eens van... Ja, als kinderen drama mogen doen, hè, als ze mogen toneelspelen... Zo, dan komen er ook allerlei andere kwaliteiten worden aangesproken... die normaal gesproken niet zo worden aangesproken. Nee. Die zo ontzettend belangrijk is voor de cohesie in zo'n klas. Klopt. Is ook heel erg zo. En toevallig heb ik ook PABO gedaan. Dus ik weet er iets van. Ja. Maar het is ook gewoon... Je spreekt gewoon meer intelligenties aan bij de kinderen. Het is natuurlijk, en dat is dus het hele mooie van überhaupt theater of cultuur in het algemeen, is dat je niet alleen op de intelligentie gaat zitten om te kijken hoe goed een kind is in rekenen of in taal, maar er zijn natuurlijk zat kunstenaars die echt voor geen meter kunnen rekenen, maar de prachtigste dingen kunnen maken. Precies, en die zich soms op school een beetje verloren hebben gevoeld. Zeker. Omdat er misschien weinig aandacht was voor dat aspect. Ja. Dus dat is heel belangrijk. En daarom zou het ook ongelooflijk zonde zijn als nou, wij als bedrijven en misschien wel meer bedrijven omvallen en dat we die kinderen dat niet meer kunnen bieden. Ja. Want wat heeft dat dan wel niet op lange termijn voor gevolgen voor het hele theaterwezen? Want ik denk dat het heel belangrijk is om kinderen vroeg in hun opvoeding met theater in aanraking te laten komen. Om ze daar later ook nog enthousiast voor te krijgen. Precies. En dat ook voor de ouders dat ze ongelooflijk belangrijk is te weten als jouw kind misschien niet excelleert op school of in de sport. Dat er misschien een enorme creativiteit aanwezig is die we allemaal zouden moeten erkennen en herkennen. Ja. Nu betekent dit voor jullie dat alles stil is komen te liggen. Ja. Maar omdat jullie heel veel voor kinderen maken, zijn er dan voor jullie andere regels? Nou, voorlopig nog niet. Maar we zijn daar heel hard mee bezig. Want kinderen vallen eigenlijk in alle communicatie die er nu wordt gevoerd. Zoals dat ze weer naar school mogen. Ze mogen met elkaar sporten. Zelfs straks tot 18 jaar mogen ze met elkaar sporten zonder dat gelimiteerd is. En daarom zijn wij nu als producent eigenlijk heel hard aan het strijden dat de kinderen straks niet meetellen in de bezetting van 100 man. Ja. Dus daar zijn we nu een plan voor aan het maken. Dat is ook wel in samenwerking met minister van Engelshoven. Ja. Dat alleen de ouders stellen, zodat wij als familieproducent... producent eigenlijk vanaf september en misschien wel eerder als het heel snel gaat... al naar een zaalbezetting kunnen gaan van 300 of 400 man. Waardoor wij in ieder geval overeind kunnen blijven. En
ik realiseer me dat we daarmee niet de hele cultuursector redden. Maar als wij weer iets mogen doen, dan kunnen wij ook weer naar theaters, waardoor daar ook weer iets gaat draaien. Precies, dan gaat er in ieder geval iets lopen. Ja. En ik snap best dat dat niet de oplossing is voor alles, maar dit is misschien wel een mooi begin. Ja. En het is eigenlijk heel zonde om die kans te laten liggen als kinderen overal niet worden meegerekend, zeg maar. In de theaters is het ineens wel voor de honderd en zo. En er zijn verschillende verdeelsleutels voor te bedenken. Dat alle kinderen vooraan zitten of dat we, weet je, daar zijn ze nu heel, daar zijn ze wiskundige modellen aan het loslaten. Ja. Maar het zou heel fijn zijn als dat op korte termijn geregeld kan worden. Zodat we gewoon op korte termijn met misschien wel 2 of 3 keer op een dag spelen. Dat willen we dan ook doen. Precies. Maar dat we dan wel naar een normale bezetting kunnen gaan. Zodat het bedrijf weer kan gaan lopen. En dat is ongelooflijk belangrijk, want er zitten heel veel mensen aan verbonden. Sam, ben jij er klaar voor om weer op het podium te staan? Uiteraard. Ken je alle teksten nog? Ja, even nadenken misschien. Ja, kan me iets meer voorstellen. Dan heb je natuurlijk nog wel te maken met op het podium. Hè. Daar wordt nu ook ontzettend veel gesproken over. Laten we dat net zoals Duitsland doen, dat het een contactberoep is. Ja. En dat we gewoon weer met elkaar kunnen spelen. Ja. Is dat iets wat jij ook zou nastreven? Zeker, heel erg. Want het wordt, nou is Sam niet een enorme voorstelling met enorme intieme liefdescènes of dat soort dingen. Wordt er niet gezond, Sam? Nee, helaas, Sam. Ja. Nee, maar het zou heel fijn zijn als dat wel gebeurt. Want ja, natuurlijk kunnen we alles aanpassen. En dat gaan we deze zomer ook doen. Want we gaan jullie al wel echt het theater in. Ja. We gaan echt al, we gaan onder andere in de Lamar, in Hengelo, in Eindhoven. We gaan echt verschillende theaters aandoen met de voorstelling. Dan nog onder de 100 man. Gaan we gewoon 3 keer per dag spelen om in ieder geval weer iets te laten gebeuren. Ja. Betekent niet dat dat winst is, maar hé, er gebeurt er iets. We passen daarvoor de staging aan. Maar als het voor die tijd lukt om dat contactberoep te laten zijn, dan zou het gewoon in de originele vorm door kunnen laten gaan. Ja. En natuurlijk moeten we daar allerlei regels in acht nemen. Dus nog steeds kijken of je gezond bent en al dat soort dingen. Dat snappen we allemaal. Wat is wel mooi om te zien dat de meeste, ook theatermakers, dan weer zo bevlogen zijn. Want het zou ook betekenen dat je dan met minder mensen buiten je werk contact mag hebben. Ja. Om toch voor die veiligheid te kunnen staan. Ja. Dat mensen daar heel erg toe bereid zijn. Zeker, hè? Zeker. Nou, alleen al om, wat ik al zei, om het bedrijf echt wel overeind te houden. Want en dat is een beetje het beeld wat er nu heerst. Is, wij zijn een vrije theaterproducent. Ja. En er wordt ook naar mij toe nul subsidie. En dat beeld is nog niet altijd bij iedereen duidelijk. Ook niet in mijn omgeving. Dat mensen zeggen, maar ja, jullie hebben toch al 300 miljoen gekregen? Dan denk ik, nee, dat komt niet bij ons. Dus wij moeten het nu doen met leningen. En dan hopen dat dat voldoende is. Ja. En dan zeggen ze ook nog, ja, jij hebt makkelijk praten, want je hebt een vast contract. En dan denk ik, ja, dat is nu zo. Maar dat betekent ook dat Michael van Hoorn mij moet doorbetalen. Dus die schulden, die lopen op. Precies, dus en jij hebt contact met hem. Jij precies, weet hoe het precies. En ervoor staat. Het kan ook uitstel van executie zijn. Dat ik nu nog wel werk heb, maar als het hele bedrijf omvalt, dan zijn niet alleen de ZZP'ers die geen werk meer hebben, maar net zo goed ik. Ja, dus, ik denk dat wat deze week ook aantoont is hoe we allemaal met elkaar verbonden zijn. Precies. Dat het een eigenlijk niet kan bestaan zonder het andere. Nee. Dus en gesubsidieerd theater Tuurlijk. Of kunst. En alle bedrijven die op zichzelf staan en Zeker. Dat zelf moeten bekostigen. Al die ZZP'ers die daarbij betrokken zijn. Ja, want begrijp me goed, ik ben helemaal niet tegen het gesubsidieerd of zo. Snap je? Ik vind het ook niet stom dat het naar hen is gegaan. Nee, maar ik vind is alleen dat er nu breder gekeken moet worden. En dat daarin de vrije theaterproducenten zeker niet vergeten moeten worden. Nee, er is maatwerk nodig. Zeker. Omdat die 70% toch wel van het werk in de theatersector echt fors voor zich nemen. Dus dat betekent dat er ook 70% wegvalt als je hen vergeet. Ja. Dus dan is het als er één domineesteen valt, dan volgen er meer. Precies. En als jij straks mag tekenen, voor wie zou dat dan allemaal zijn? Nou, als je kijkt naar de cast en crew van Brandweerman Sam, gaat het om 10. Dus dat is niet heel veel. Maar als je naar Van Hoorne Entertainment kijkt, gaat het om zeker 200 man. Die als het bedrijf omvalt, daar de gevolgen van ondervinden. Ja. Dus dat is een beste kluif. Je hoort ook wel eens mensen praten over dat je dat sommige mensen toch ook moeten gaan denken aan ander werk of zo. Hè? Is dat ooit in jouw hoofd opgekomen? Nee. Maar dat is misschien ook omdat ik eerst Pabo heb gedaan en toen echt de keuze heb gemaakt om ergens anders naartoe te gaan en het hier helemaal heb gevonden. Dus wat moet, dat moet. Ik zal alles doen om te zorgen dat ik en wie weet ik veel wie dat de samenleving blijft draaien. Maar nee, eigenlijk niet. Dit is wat ik het liefste wil doen. En, precies, en waar je voor wilt vechten. Ja, heel erg. Ja, ja. Ja, ja. Jij ook, Sam? Bereid om hard te vechten. Precies. Past wel bij een actieheld. Precies, echt de actieheld. Nou ja, misschien moeten jullie dan samen tekenen. Zeker, doen we. Op het grote bord. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. En ook veel plezier de zomer als jullie toch gaan spelen. Ja, we gaan 3-4 juli in de Lamar beginnen. Dus, precies. En is het goed, zo'n tekenen we nu voor 240?
210 man, zou ik 210. zeggen. 210, ja, ik smokkel graag een eentje. Maar ja, 210 laten we het goed staan. Er komen nog andere producties, hij loopt nog wel op. Precies. Nou, ga alsjeblieft naar het bord met z'n tweeën. Dankjewel. Zet je handtekening erop en succes. Dankjewel. Alsjeblieft.